John, door jouw schorsing moet assistent-trainer Dennis Haar komende zondag de honneurs waarnemen. Wat vind je ervan? Nou, ik vind sowieso dat ik terecht geschorst ben, laat ik dat voorop stellen. En hetgeen wat ik gedaan heb, dat natuurlijk niet goed is. Ik ben me ook best wel bewust van, of niet best wel, ik ben me echt bewust van de voorbeeldfunctie die niet alleen ik, maar wij als staf, spelers, club hebben richting maatschappelijk Nederland, om het even zo uit te drukken. Wat je gezegd hebt, dat kan niet, dat weet ik heus wel. Dat heb ik inmiddels al zo vaak gehoord en ik weet dat echt ook vanuit mezelf wel. En dat is de reden dat ik dan ook terecht een wedstrijd moet brommen, zoals ik dat dan net hoorde. En voor ons, kijk, voor de wedstrijd maakt het echt niet uit, want de jongens, je noemt Dennis en Rick, die zijn capabel genoeg om deze wedstrijd zelf te doen. We doen het altijd met z'n drieën, nou, nu zullen ze met z'n tweeën en kan ik van boven kijken of ze het goed doen. Ja. Die schorsing werd natuurlijk opgelegd na de gebeurtenissen, na de wedstrijd tegen Willem II. Is het gelukt om deze week een beetje die zure nasmaak van die wedstrijd weg te werken? Nee, omdat ik nog steeds vind dat we onnodig punten hebben verloren. Ja. En kijk, we zitten in de strijd om te stijgen op de ranglijst. Ik vind dat we het voetballen dat steeds beter gaat. Dat het er ook over langere periodes in wedstrijden gewoon hartstikke leuk en goed uitziet om naar te kijken. Maar ook denk ik de ideeën die we daarin hebben. Het creëren van kansen, weinig kansen weggeven. Alleen het definitief echt doorpakken. Met echt drie punten pakken in een moeilijke uitwedstrijd als deze, in een concurrent ook nog, tegen een concurrent. Ja, dat is jammer en dat geeft wel toch een bittere nasmaak. Omdat ik vind dat we meer hadden verdiend dan we uiteindelijk hebben gekregen. En dat moet niet, want dan blijf je maar met een gat van in dit geval 6 punten ten opzichte van Willem II zitten. Het was sowieso ook een bizarre wedstrijd qua weersomstandigheden. Och. Enorm veel wind, hartstikke veel regen. Hoe heeft je ploeg dat fysiek doorstaan? Goed. Fysiek hebben we geen probleem. We hebben 1 schorsing met Simon. Die kreeg natuurlijk zijn, 50 gele kaart. Dus dat zal ook de enige wijziging zijn in het elftal ten opzichte van afgelopen zondag. Om Twente te pakken. En wij zijn klaar, want we hebben een goede trainingsweek gehad. We zijn fysiek in orde. En we hebben ook wel vervangers voor Simon. Dus op zich prima. Wat je zelf zegt, Twente komt zondag op bezoek. Hebben jullie Giovanni Tropea al een appje gestuurd van joh, even inhouden zondag? Nee, maar het is wel leuk en goed om natuurlijk volgen we alle jongens die we verhuurd hebben. Als staf zijn, als club zijn, ook met de scouting. Om toch een beeld van hun te krijgen, ook weer richting volgend seizoen. En ik weet hoe leuk het is om tegen jouw club te spelen. Oude club, eigenlijk is het zijn eigen club, maar nu dan eventjes niet. En Gio moet gewoon volle bak spelen zoals hij altijd speelt. Dan kunnen wij hem daarin ook weer beoordelen, maar het is leuk om hem ook weer even te zien. Twente staat nu 12e in de Eredivisie. Wat kunnen we van ze verwachten, denk je? Nou, ik vind dat ze een lastige ploeg zijn om tegen te spelen, omdat ze in de manier van spelen die ze hebben heel veel doorrouleren. En niet qua namen, maar zeker qua posities. Dat is sowieso lastig. Aan de andere kant weten we ook dat we veel de bal weer zullen hebben. En juist datgene, het veel de bal hebben. Ik vind dat we daar heel goed mee omgaan als team. En dat we vanuit het balbezit die controle ook heel veel kansen kunnen creëren. Alleen een keertje echt doorpakken in scores, dat is de volgende stap. Je zei het net al, Simon die ontbreekt, Simon Gustafsson, vanwege een schorsing. Hij was de reserve aanvoerder bij afwezigheid van Willem. Weet je al wie nu de aanvoerder gaat worden zondag? Ja, maar dat weet je zelf nog niet, dus dat zie je zondag wel.